is vandaag Open Monumentendag. En ook het Witte Kasteel in Loon op Zand is geopend. Dus wij gaan hier naar binnen. We zijn hier vandaag voor de Openbare Monumentendag bij het Witte Kasteel. Wat kunnen de mensen hier verwachten vandaag? Wij willen de mensen heel graag het kasteel van binnen laten zien. Dat zijn inwoners uit Loon op Zand die welkom zijn, maar uit heel de regio of waar dan ook vandaan. Want wij merken het elk jaar weer bij de Open Monumentendag hoeveel belangstelling is voor het kasteel. Dus we stellen het kasteel graag open en laten ook de tuinen zien natuurlijk. Maar het gaat vooral om de belangstelling voor de cultuurhistorie levend te houden. En dit kasteel heeft nogal een historie. Kan u in het kort een paar dingen vertellen wat hier allemaal heeft plaatsgevonden? Ja, dat kasteel is bijna 650 jaar oud. En ooit opgericht door een ridder, ridder Pauwels van Haastrecht. Nog heel bekend in deze gemeente van toen. En er hebben tot eind vorige eeuw allemaal adellijke families gewoond. En die adellijke families van Zalm, Grevendonk, van Immerzeel, die herken je nog in de straatnamen van Loon op Zand. Dus het is heel leuk om te weten dat die mensen hier gewoond hebben. Totdat het in 1984 in de handen kwam van gewone mensen, zal ik maar zeggen. En in 2013 is het kasteel geschonken door de vorige eigenaar aan de stichting Het Witte Kasteel. En de stichting Het Witte Kasteel wil dit erfgoed goed beheren. Ja, en dat kunnen wij ook beheren, omdat er een stichtingsbestuur is die dat vrijwillig aan meewerkt. Maar vooral ook heel veel vrijwilligers. Zo'n kleine 60 vrijwilligers uit het dorp, die komen hier vaak wekelijks om de tuinen te onderhouden. Kleine onderhoudswerkzaamheden aan te verrichten. En ja, zo wordt het kasteel dus gedragen door vrijwilligers. Door mensen die particulier het kasteel sponsoren, want dat kost ook wel het een en ander. En nog door ook wel wat subsidie van de gemeente en van de Rijksoverheid. En dankzij dat kunnen we dit goed onderhouden, vinden wij. En we zien dat ook heel veel mensen er gebruik van willen maken. Bijvoorbeeld voor een huwelijk of voor andere bijeenkomsten op het kasteel te vieren. Het kasteel is natuurlijk te bezichtigen met zo'n open dag zoals nu. Maar als mensen nou ja, verder in het jaar ook nog een keer langs willen komen, kan dat dan? Ja, mensen kunnen altijd een rondleiding bestellen. Daar vragen we dan wel een betaling voor. Dat is meestal €5 per persoon, maar voor een groepen zo'n €50 bijvoorbeeld. En dan zijn er ook vrijwilligers weer die mensen graag rondleiden. Wij krijgen bezoeken uit het hele land, het hele jaar door. Van ouderenbonden uit België. Dus welkom iedereen.